er allemaal aan en verzadeld ik en alles zit. Nu raak ik er meteen afgehaald, dat vind ik niet mooi. Oeh, wat dan maar, dan maar. Neem je een flesje bier of luister? Die flesje bier is leeg. Oh, hier, Gurta. Bekend geluid, geluid. Ze gaan gauw een nieuwe pak. Zal ik ook doen. Maar zo mooi, kunnen we ook eens samen voor in. Ja, wel leuk. Ja, mooi een keer afspreken. Zo een keer weer mooi weer of zo, dan een keer op zondag. Een uurtje of tien, zo samen een keer een toeretje doen. Komt wel goed. Oké, okay. Ik zal er eentje een fotootje sturen. Ja, stuur me even. Ik vind dat wel mooi. Ik heb er nog foto's in staan, dus moet ik zijn beroep zoeken. Want ik heb zoveel foto's in dat ding staan. Man, die telefoon die explodeert zo wat van de foto's. Ik heb mijn geld bij je staat. Even loeken. Ik heb jouw nummer toch volgens mij. Ja, niet je dat je niet hebt, toch? Ook. Nog is die door, hè? Ja, je hebt mijn nummer trouwens ook nog op. Klopt. Ja, ik heb hem. Joep, je hebt ze. Nou, ik zal eens even googlen. Oh, hallo? Ja. Ik kan ook goed motorrijden. Is meer misschien verstandig dat ik een keer meegaan, zo'n toeretje. Natuurlijk, gezellig man. Oké. Heb je ook een motor dan? Ja. Welke? Had ik. Had jij dat? Ja, die had ik. Jammer. Nee, ik mocht een keer eentje leren, dan mocht ik overrijden. Denk weer wat, ik heb mezelf door de straat. Kom ik de bocht om, vergeet ik terug te schakelen naar de 1, lag ik op de bek. Ja, dat is een beetje dom, hè. Maar zo'n Kawasaki Ninja was dat, zo'n 900cc. Ja, dat is wel leuk om te horen. Ben ik van die wegwezen, zag ik niet? Ja, dat was een wegwezen, ja. En dat ging hartstikke mooi, super hard, overigens weg. Ik denk, weet wat, ik pak hier een stukje padlos met. Ja, dat ging verkeerd. Ja, soms steekt dat een beetje verkeerd. Ja, als je iets overdoos ziet of te snel denkt of anders denkt, ja, dan kan het wel misgaan, ja. Ach ja, was eenmalig en dat doe ik ook niet weer. Maar goed, hier bieden we wel van de revues. Nee, geen motorrevues. Maar die man waar die motor van was, die zegt, kun je brom maar in? Ik zeg, ja waar. Nee, ook geen motorrevues, een euro zeggen, hier, neem maar met, zeggen. Ja. Inderdaad, hè. Neem maar met. Nou, kijk, het is zo, hè. Ik zal het wel vertellen. Ik heb nooit een motor gehad, hè. Ik heb altijd beroepjes gehad. Ik denk, nou, dat kan niet zo moeilijk worden. Dan doe ik op een gegeven moment kort. Ik denk, wat is hem? Ik zeg, hoe ging dat ook alweer? Dan moest ik toch wel even naar wetten, nee. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik rit er toch ook wel zo best. Ja, ik ook wel. Maar ja. Weet wat is, ik was dat ding nog niet gewend, dus die toeren, dat voelde ik niet meer helemaal aan. Dus ik denk, bij die toeren kan ik net die bocht halen. Maar ik moest hem dus terugschakelen naar de 1 en daar was ik me niet van bewust. Maar dat ding was bloedsnel, man, dat is niet normaal. Ik zeg, kun je brommer in, dan kun je ook motor in. Ik denk, nou, dat is wel een wereld van verschil. Dat is zeker een wereld van verschil, absoluut. Hè. Het is net iets anders en zo. Maar dat schakelen een beetje hetzelfde is, dan wil dat wel. Maar ja, je moet er wel een beetje feeling voor hebben. Maar ja, goed, iedereen die denkt aan elkaar in, maar dat is niet helemaal waar, hè. Toch, ik heb zonder precies een... Ja, tuurlijk. En ik reed al Jordan scooter. Al Jordan gewoon een bromfiets meer, schakelbrommer niet. Dus ik denk, nou, ik riet er wel helemaal weg. En dat lukt ook wel. Maar ik had alleen die binnenstraatjes in die moeten nemen. Ik had gewoon die singles in moeten pakken. Ja, echt hè. Inderdaad. Ja, dat klopt. Oh, wacht even. Wat is dat nou hier? Dat vind ik wel net nooit. Nee, maar dat is altijd zo. Hè. Je moet altijd even rustig gaan beginnen met zo'n dingen. En net wat zeg, ik heb ook een heel lang. Ik heb wel gereden, zeg maar, moeten doen. Van kameraden en zo, zulke dingen allemaal. Hè. Van de foto van, zeg maar, ja, dan doen we een toeretje. En die vrouw is allebei een motor. En dan wil dat wel eens. Ah, dan neem je die vrouw, die motor maar mee. En zo ging dat altijd. En dan riep wel. Maar goed, zet het door de motor aan. Maar op een gegeven moment, als je daar op een gegeven moment, nou, wat zou ik zeggen, 25 jaar nooit op zit. Poh, dat valt vies tegen, hè? Ja, tuurlijk wel. Dat ging allemaal wel goed. En ja, ik had een pak aan wat eigenlijk niet goed paste. Maar ja, ik moest wel zo'n pak aan natuurlijk. Ja, en dat ging allemaal net verkeerd. Net die toeren schat ik hem verkeerd in. Kijk, ik er dan achteraf hem een stukje op had reden. Dat ik hem goed aanvoel, weet je wat. Dat was even goed gewoon, maar ja. Ik heb er zo lang niet meer in de motor of wat dan ook. Ik heb altijd een crossmotor gehad.
noem maar op. Dat ging even mis. Maar ja, dat doet niet meer. Dat is het mooiste, crossmotor. Ja, waar heb je altijd? Ja? Ik zie net in die foto's van die kom. Van verdomme zijn, mooie machine man. Ik bedoel, die gele, waar is die zwarte vanaf? Zeg je dat? Zijn die foto van mij naar sturen? Ja. Ik zie de twee motoren nog staan, ben je allebei van hem? Ja. Oh, ik vind dat mooie machines, hoor. Ja, die Harley vind ik mooier. Loopt ook mooier. Wel een kasseer die maakt slagen. En een dikke Amerikaan waar voor de deur staan. Pop, 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 pop. Ja, prachtig, echt prachtig, hé. Ja, die zwarte die is ook mooi, hè. Oeh, die is ook wel mooi. Nee, echt waar, ziet er gelijk uit, allebei de motoren. Ja, zeg, ik rijd niet zo heel vaak, heel af en toe, en dan moet het ook echt mooi weer. Of ik wil nog een keer vanaf hier een keer naar de vijver in, een keer zo'n rondje door de stad in, niet echt een tour, gewoon een keer een rondje. Dat vind ik wel vaker leuk om te doen, maar echt tour, nee, dat doe ik bijna niet. Nee, maar net wat ik zeg, ik ben ook niet van die hele lange afstand, hè. Net wat ik zeg, ik pak dat ding even, ik rijd een rondje, drie even, een uurtje, twee uurtjes, of ik lang zat, en dan net wat ik zeg, een keer een Asiang samen, of een keer wat hier in komen, en dan nog even een toertje maken en dan weer terug, hè. Als ik er 2-3 uur op heb gezeten, dan vind ik het ook lang van ogen. Ja, ik heb een paar uur terug ook nog wat moois. Ik heb een KTM-tje erbij gekocht, een 350 en Afterroad. Nog één keer, dat laatste. Afterroad had ik erbij gekocht, een KTM 350. Oh, dat is ook mooi. Hou ik ook wel van, een beetje crossen achteraf. Ja, je bent gewoon weer op straat, kent tegen alles erop. Ik denk dat 6500 kilometer naar me gelopen. Dat is al helemaal niet zo. Ik vind dat ook wel mooi, hè. Net wat zeggen, nog de roos gebracht, man. Dan kun je een beetje door die Mullersander crossen. Ja, dat was wel een beetje de bedoeling. Ja, echt, hè. Prachtig, jongens. Echt waar. Ik hou ervan. Maar goed, ik vind het mooi best wel gedaan. Ik maak er net even van ook. Jongens, een fijne avond nog of nacht, wat jullie willen. En wij spreken elkaar morgen weer. Maar goed, dan houdt het een keer over. Dan kunnen we een keer dat je maakt dat het weer mooi weer was. Goed voor de bakker. Hey, Kalama, joh. Kalama, jongens. Yo, hallo, Kalama. Groeten. Ja, gruizen. Ja, gruizen voor die Mackie. Kleine gruizen, kansen gruizen. Later, jongens, later. Mijn nieuwe Baron Ronnie. Wat zei je, Anton? Ze zei, we hebben een nieuw biertje gepakt. Jazeker. Zet het bij mijn soepet. Ik drink normaal nog een bier. Ja, die heb zondag of zo. Maar ik heb vanavond zoiets idee van die gom, die mooi bultje. Lekker, man. Ja, waarom niet? Als het goed koud is. Drink je wel rood, dan? Dat de koud is, die zeker anders. Wat zei je, Harry? Dat was een merk. Het is gewoon groot. Oh ja. Prima joh, prima joh. Ja, volgens mij Mester Rovier. Mester Rovier. We zitten hier achter Gittenburgen. Gitte in bed. Ik zit net naar het topje te kijken, maar hij zwaait niet wel goed zo te zien. Hij heeft een moestabel, zeg. Moet wat je wel. Dat noemen we mijn derde fles. Hier is een oordeel is dat één flesje bier drinkt tussen de twee uur. Ik bedoel wel. Ja, dat heet met bier, hè. Ach, Mark bracht me gisteren een kratje bier. Vond me wel lief. Nou, dat is mooi. Ik ga van het niet veranderen, zie je. Dat gaat ook vanaf de kinderen in de spoor bedoelen. Dus komt dan wel goed terecht. Hoe is jouw mysterie, wat zei je, Ronnie? Ik zeg, geldballen er niet voor hem, dus ik was vanavond toe. Heb je geld bij de kinderen in spoorbaan dan, dus dat komt dan nog goed terecht. Ja, dat is mooi. Maar zo mooi dat hij zo is. Een goede zoon. Ja, dat is een beetje moeilijk vanavond. Wat? Hoezo? Ik zei, Mark had een beetje moeilijk vanavond. Ja, heerlijk, kan ook gebeuren, joh. We zijn allemaal mensen, Ronnie, en we zijn allemaal vatbaar. Ja, droom. Ach, en dan zetten we weer zo'n foto op Facebook met zo'n plaatje erbij. Ik kan dat niet geven, maar zo is het bloed. Ja, waarom heb je nog op gereageerd? Oh, dat
daarvoor. Ja, oké. Okay. Oordeel je mee, hoe snap ik het? Ja, ja. Doe maar, dat is wel een manier. Ja. Iedereen uit zich op zijn eigen manier, hè. Ja, normaal uit is er niet, maar als het op deze manier doet, vind ik het ook goed. Ja, dat is gewoon zo. En die broer haalt niet, hoor. Die heeft ook die uitzicht opgehaald op die manier. Ja, ik heb voor niet, dan moet iedereen geen frisus daarheen. Ja, natuurlijk. Als je zoiets doet, doe je niet voor niks, of niet? Ja. Hij is er wat naar reden voor. Ja. Als je op zoiets, of zo'n manier iets kenbaar wil maken, ja, waarom niet? Waarom? Als je verreden, zeg ik altijd. Ja, dat staat er gewoon wel weer, dan zie je dat weer. En dan, ja, doe maar. Dan trek je er weer wat vandaan. Ik snap weer een mooi, jongen. Ja, luister, en dan nu die, hè? Ja, waarom joh? Ik heb er vandaag al met de Mara over. Ook wel over hoe je hem, hoe het allemaal zo in elkaar zit. Ja, het is een blijft gewoon. Ja, dat is een goede woord, geloof ik. Nou, nog wel een beetje aanspraak hier. Een beetje dom geloof, hè? Ja, doe maar. Ik ben een keer aan een domme geloof. Harry, is de auto nou voor vriend? Ze zijn nog steeds bezig op die kraal 39. Oh ja, maar ik vroeger was. Ik was net in met de overschakel, maar dan. Hou de auto weer kloor aan? Ja, ik ben vandaag een lippetje geweest. Binnen een uur was ze kloor. En heb ik een schakelaar was gepast. Toch wel weer een nieuw schuiflaatje. Ja, hij dan best een op je gebeurd mogen zeggen. Een half uurtje zeg hij, dat is natuurlijk. Dat binnen een kwartier was die vent er al, hè, met die auto. Ja, dat gaat meestal wel snel door. Ja, drie kwartier later, 50 minuten, makkelijk dat er een tour is. Nieuwe schakelaar tussen arbeidsloon, alles 43 euro. Ja, en we wonen niet aan matsen, maar ik krijg geen contant geld, dus daar moest ik wat pitten. Ja, ik snap hem. Ja, al werden die was nog ook hoog geweest, maar ja, die weet je wel hoe het werkt. Goede service door, eerlijk waar, die mensen zullen ook altijd blijven komen door, hè. Was dat inclusief of exclusief Skipperbal? Ja, het Skipperbal had hij niet, maar ik heb wel een kopje koffie. Oh, dat is weer netjes. Goedenavond, Betters. Joe, Ronnie, goedenavond. Mac ook goedenavond. Goedenavond. Hey, die bromt al, hè, ben je? Hè? Ja, die bromt. Ja, wat moeten we doen, hè? Ik weet niet. Hij heeft vanmorgen verlust, hoor. De 60 waard. Oké, okay. Ja, goed. Dat viel niet op. Dag, heb je er wel een goede voeding achter? Ik heb hem op 80 water. Ja, nou goed, hij maakt geen verschil aan die. Ja, ik weet niet joh, je hebt koptelefoon op, of niet? Ja, vanmiddag niet, doe maar. Ja, als je koptelefoon hebt, dan hoor ik niet. Ja, dan lok hem al af, kerel. Dan lok hem al af. Vink het maar gewoon weg. Doe we, een streepje erdoor. Maar je hebt volle bak hier. Maar dat kan het niet anders. Ik heb 30 ampère voeding erachter en je mag geven, dan ga je gooit 6 ampère. Meer is genoeg. Dus voeding is wel goed. Nou, oké. Nou, maak ook niet ja. Dat is een jalle voldoende, Harry. Dat maakt niet uit hoor. 60, 80 watt, dat maakt niet uit. Nee, dat kan ook niet altijd beter. Dus ik zit vlak bij elkaar. Het lijkt er wel op, hè. Ik heb wel een ander bakje, hè. Ja, ik zag het, ja. Mooi man. Hey, ja, die Benny die maakt wel een grapje. Ik moet goed de boel zien dat brengt. Dat gaat door de kap en boan. Maar dat steekt mooi. Maar dat heb ik niet door, hè? Nee, dat snap ik. Ik denk wel dat je zo slim bent om niet te doen. Netjes in de beugel.
Ja, nee, maar ja, zit ook goed uit. Een mooie check. Ja, goedenavond, Bertus. Jo, Ronnie, goedenavond, jongen. Oeh, wat is dat dan? Heel klaar is het weer. Die twee banken aan. Oh, nu zullen die met die andere. Ja, ik heb even een tunnetje ertussen en het is dit is dat is een plaat. Ah, nou scheelt niet veel in punt. Modulatie is wel anders, maar ja, goed. Ja, er zit een echootje bij. Ja, en is iets schelden in de modulatie. Nee, ik heb zo'n heel oude MD30 Plus erachter. Van Sadelta. Oh, die werkt maar die ding, hè. Ja, van die jongen niet. Ja, zeker. En dat bakkie, dat werkt ook wel goed. Oh ja, daar ben ik wel content mee. En dit is een ontvangst in, jongen. Ja, dat zijn dingen. Betje en Patrick zei me dat toen al, hè. Dat een hele rustige ontvangst zit in die ding. Nee, hij brokkel. Hij van een lange pauzes heeft hij die keer, Anton. Goedenavond, hoor je dat ook? Goedenavond, nee, hij was net een brokkel. De artsen wat hij net zei. Oh jee, even het spul opblazen. Ja, ja, daar is dat ding niet goed genoeg, ja. Oh, is die goed. Thank you, my friend Antonio. Nou, ik heb die IMAX eruit, meets het Mac. Ik heb hier vier weer opzet. Ja, ja, hoor ik vooral, ja. Ja, ach. Buurman was hier. Ik had die lint van die rolleuning waar mij knapt en heeft mij daarin gerepareerd. Ik zeg, nu je er toch bent, ik zeg, wat dacht je ervan? Zal je die er hem opzet? Nou, oh, geen probleem, zeg ik dan. Denk, doe maar. Oh, dat moet dat niet. Ja, dat moet dat met twee man doen, dat niet. Drie man. Want er stond, ja, het waait niet hard, maar er stond wel een klein beetje wind. Maar godverdomme, heb ik me door niet vergist, zeg. Ja, dat is al best. Ah, ik zie dat van de weer, van weer, van weer. Kom minimaal door de weer, kom eens 20 keer bij jou door de straat. Ja, dat zei jij, hè? Ja, nou, dat ziet dan zo. Ja, het is iedere keer van ons al. Ik heb altijd een ritje van ons al richting de Bordhof. Ja, daar kom ik altijd langs toe, hè. Ja, ja, maar je doet het ook altijd, hè? Vaak wel, maar doe maar dan. Op het moment dat ik toe dat ik zie of zo van we zitten, dan ben ik gewoon weer verbied. Dat moet niet zo hard rijden, dat mag niet. Ik heb op de rem. Is goed, Arie. En als je pauze hebt, dan kom maar langs. Mooi man. Okidoki, Irene Kim, ja, ik ga hem op de televisie kijken. Ronnie, Anton, Mackie en wie er verder op zit, tot de volgende keer. Yo, ouwe, met ons en Irene. Gezellige avond nog. Nee, later. Yo, groetjes, bye bye. Ja, groetjes. Jo, Ronnie, groetjes. Jo, gezellig aanbod, dat is en hierin. Ja, de grote bevolking hoor in brom bij mij, hè, Ronnie. Maar heb je gelaten, dan wacht. Ik hoor geen brom. Ja, vind ik mooi. Dat ben een mooi rapport. Maar dat ben je even ook, hè. Die heeft ook altijd een grote telefoon op. Ik snap niet als ze die moord van hem hebben, maar ja, heeft er wel hier ook. Ik denk dat de brom gewoon in de koptelefoon zit. Dat kan natuurlijk ook. Ik hoor geen brom. Ik weet niet, weet je wat u hebt, maar ik hoor geen brom. Nee, dat weet ik niet. Kom eens, Harry, kom. Ja, goed een beetje. Ja, ik hoor wel een brom. Je hoort hem zelfs iets door de modulatie. Ja, moet ik dat zeggen? De modulatie wordt iets minder 7 vaak. Ja, ik weet het niet, Bert. Ik hoor het zelf niet, dus. Dan moet je zijn, kijk, koptelefoon achter die superstar doen, dan kun je het wel horen. Ja, doe man wel, ik heb nog geen zin meer, maar doe man wel eens in. Ja, ik hoor wel iets, maar apart al niet. Ja, het is niet erg hard, maar hij heeft zo'n hele lage frequentie, dat geluid. Dus dat is wel irritant. Ja, ja. Maar we stellen weg aan Harry, misschien werken dan ook, ja, ik heb een piep in de woorden, dus ik weet niet alles. Nou, ik heb nu een microfoon op 50k door, hè. Ja, ik heb het net op 500k. En nog gaan ze wat doorgaan nu. Nou, dat was het. Ik hoor geen brom, zo.
sorry hoor. Ja, nou, ik hoor hem echt wel. Nou, over bed. Ja, ik hoor hem gewoon. Jouw modulatie, wat die brom nog niet hadden, een hele zuivere modulatie. Maar door die aparte brom, maar een beetje onzuivere modulatie. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Dan moet je het echt zelf weten. Ja, ik weet het niet, jongens. Ja, je kunt hem er wel goed over staan, Harry. Dat is geen probleem, maar hij is gewoon aanwezig. Ja, het is wel bezig, dit en de geest. Nee, dat niet, maar. Nee, ik moet zelf maar eens rusten, man, op de superstaat. Koptelefoon en dan druk je die microfoon in, man. Je moet wel goed luisteren, zeg ik zo. Eén, de drie, dat je gewoon een beetje zo aan praat bent, dat hoor je daar niet. Je moet er wel op letten. Ja. Ja, dan heb ik voor de. Ik heb zelf een koptelefoon doen en ik heb de monitor aanschakeld. En dan hoor ik ook wel heel iets, hè? Het lijkt ook wel een computerventilator of wat anders waar je was. Dat moet ik net zeggen. Ja, ik heb nog wel wat gezien, ik heb hier een ventilator als hoor. En dan schakel ik hem uit. Hij is nou uitgeschakeld. Nee, je hoort er nog. Ja, die ventilator, dus het maakt geen verschil. Nee, ik hoor nog dat geluid. Oké. Ach, wat maakt je dat toch? U dat kleine kut, waarom moet je hier nu aan mij hebben? Ja, zeg, dan moet ik wel goed luisteren. Hè. Ik heb die hier bestaan, dus ik ben echt met de oren met luidsprekertjes. Zeg, je moet wel goed luisteren, maar ja, ik ben ook half dood. Ik weet zeker, Anton, dat je echt niet met de oren met de luidsprekertjes gaat zitten. Ja, echt, Harry, meen ik. Ah, dat vind ik moeilijk dat ik hem nieuw over heb. Zeg ik, anders word ik dat helemaal niet. Ik word ook hartstikke slecht, hoor. Ja, oké. Mari? Ja? Bij mij zit de luidspreker aan de onderkant van de bak en hij heeft de bak opgetild. En aan mijn oor gehouden. Ja, dat is toch niet flink. Hoe lang heb ik vandaag? Maar ja, nou, je hebt het niet 6900 of niet, maar je zegt die heb ik in de keur vanavond in mij. Wat heb je hier in de kamer, hè? Ik heb hier in de kamer die KPO, die X5000. Die is ja exact hetzelfde, alleen de verlichting is anders. Ah ja, ik was uit vier verder, ja, klopt. Ja. Ja, dus toen, ik heb die bank toen gekocht van Roddy. En toen wou ik eigenlijk tussen in de keukenkang, maar ik heb hem hier neerzet om u te proberen. Ja, hij is heel blijven staan eigenlijk. En heb die andere maar in de keukenkang. Ja, dan ben je allebei jezelf. Ja, alleen in de keuken heb ik de handmaak erachter. Zo'n KPO voorversterkte handmaak. Oh ja. Prima toch? Ja, werkt allebei even goed, hè? Ja, natuurlijk. Ik vind dat mooie bank nog. Ja, ik heb er een paar haren. Ik heb er nooit even verdiept in die bank, hè? Maar ik heb vooral nog zo vergelijken op die USB en zo, hè. Ja, verdomme, die dingen ontvangen echt wel goed. Ja, is niks mis mee, hoor. Nee, dat vind ik ook. En er zit een dijk van modulatie hier, tenminste wat ik allemaal zo hoor. Als ik zo, zoals die echt met een engel hoor, heeft daar ook zo in. Met een tolve mic, en dat klinkt ook super. Nou, Albert heeft een vergelijkbaar type en die bed van Hoogland heeft ook zo in, nou, dat knapt ook uit. Voor de laatste is wel echt geweldig van die bed. Ja, in combinatie met een goede mic zeker. Ja, Gerard heeft ook zo'n ding, maar die klinkt heel slecht. Ja, maar dat is Gerard zelf. Oh, oké. Nou, Gerard heeft zo'n ding van mij kocht, hier heeft zo'n ding van mij kocht. Die van het bed van de Hoge Land is van mij. Laat die dingen dan allemaal weghalen. Oh, wie is aan stereo? Zeg, waar heb je die dingen dan allemaal weghalen? Oh, dat weet ik niet. Ja, Amy Justin, dat weet ik nog. Ik weet niet van wie het is, Natten, maar... Die was ook nog helemaal nieuw, ja. Die heb ik een doodle gehaald. Oké, okay, ja, dat kan. Die was nog helemaal nieuw. En dat is er nog. Ja, dat klopt, dat ding was helemaal nieuw. Ja, er is nog geen krasje bij opkomt, nog niet eens een klein haarfijn krasje, nog niet eens. Ik heb de vraag wie eerst twee krasjes zo kreeg. Hoe, hè? Ah, schiet dat goed, man. Ik wil wel onder, ik heb wel onder mijn bij, hier hebben we die folie gezien op internet, of
de wet heb. Dan ben ik aan het schuwen maar zo en dan komt die schroefjes er niet goed in krijgen. En dan kijk ik tegen aan neer, dat zal dat niet worden weer. Heb je die rubbers er niet tussen zitten dan? Tussen de beugel en de bak? Nee man. Oh, die heb ik er wat tussen. Die zaten erbij in, zaten er bij deze nog op. Ja, hier zijn de rubbers zo. Ja, nou ja, jammer dan. Ja, dat is wel raar, dat is niet hinderlijk, maar ik had het gebied er weer kapot aan, hè. Dan had ik toch zo'n stiffie daagwerk. Wie hevers? Hier met een cd-stiftje erop, Harry, hier erover, hè. Hier met een heel zacht vochtig doekje erover. Godverdomme, kom je nu, dat hele ding is beschadigd. Heb je met een dikke stift opgezet? Oh, weet je dat toch? En toen kwam het over je. Toen kwam het weer uit, kom maar naar de wensen, hevers. En we lagen er met de schutter in slaan. Godverdomme zeg, bekijk hem daar was dat ding nieuw, zeg. Ik ben in huis, zeg. Het ding is beschadigd aan alle kanten. De moze, hij zei, dreef de kat eraf, zeg, er ligt aan de filtstift, hè. Foei, 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 hoor je de muziek, jongens. Brandweer. Nee, ik hoor je misschien waarom niet. Helemaal niks, moet alles wat. Ja, dat wil ik wel. Harry. Ja. Ja. Wie riep daar? Ik wil zeggen Harry. Zolang er hier in de radio aan, want... Ruzie is nog op, hè? Dat denk ik wel. Ik heb nog een caravan erop zet, ik weet niet. Een beetje binnen gaan luisteren naar Rudy. Hij zit er nog wel op. Schumming dan rond. Ja. Wat frequentie? Schumming toch nog wel. Oké. Hij draait altijd wel goed, jellig is jellig. Ja, dat is zeker aan het, joh. Hij heeft mooie muziek hier aan de hand. Ja, zeg ik wel. Dat heb je altijd wel goed. Hij heeft altijd goede nummers achter elkaar. Het is altijd wel, ja. Van is zo'n vette lip. Hoe later op de avond. Goed. Is het ook wel heel dat hij dat babbelt naar. Nee, hij probeert bijna niet. Oké. Komt nou wel. Bla 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 bla. Waar willen jullie mee wegdrukken, teringboeren? Wat denken jullie nou aan iets? Ja, toch een nummer zult bij een vergoten daar. Ik kan hem maar goed hebben. Ik mag hem wel. Allee, met barrel op is hier wat minder, maar zo'n zijn nuchter is, is het echt een goede gast. Ja, minder echt. Hij drinkt toch niet meer? Nee, ook niet minder. Weet ik die, Ronnie? Dan ga hij heel lang niet meer dronken, je alcohol vrij. Zeg ik dat hij nuchter is, vind ik een goede gast, meen ik ook. Goede vakman. Kiel kan ook gewoon heel huis bouwen, hè? Dat kan niet. Je kan ook gewoon je huis in elkaar bouwen. Goede vakman, hè? Ja, ja. Zeg ik, jij kan alles, joh. Straat, metsel, noem maar op. Maar je woont niet meer bij jou, hè, waardoor? Nee, volgens mij een tijdje volgens mij niet meer. Nou, maar een maand of 2, 3 jaar niet meer. Wat is er gewoon, hè? Weet ik niet, Ronnie. Voor mij is het in van die hobbykamer wonen, dat ik het goed had. Ja, zo zou maar doen. Dus dan denk ik dat ik zo richting Wesselen brengt naar die kant op. Ja, dat denk ik ook dus, Anton en Ronnie. Ik denk in de buurt van de Kiepen. Ja, maar daar kon hij een grotere huis geven voor mij die woning erover aan als iets, dat ik het goed had. En daar had hij meer ruimte, met die kinderen, die andere kinderen ben ook bij hem, ja. Dus voor mij heb je daar een hobbykamerwoning. Ja, het zou zomaar kunnen, ik weet het niet.
mij heb je hier ook niet lang gewoond. Heb je hier ook voor mij maar een half jaar gewoond. Oh, ja, man. Ja, je had geen last van je. Ja, je bewoog een last van die man. Maar ja, ze heeft de koffiegeer of zo. Ze is niet om de gek, hè. Ja, dat begint uit de avond. U bent zelf ook niet beter, hè? Dat bedoel ik, sorry, ik ben zo de gek als tegen wat anders. Maar ja, nou gaan. Ik heb wel een goede rijbewijs. Kom daar bij mijn buurman. Maar ik was erg voor dat die broer al overleed, Henk. Ja, was een lieve jongen. Henk was een toppetje, echt. Zo jammer, hè. Zo zeggen, schat van vent. Vroeger ging allemaal een beetje met elkaar om. En die zo'n beetje in mijn leeftijd. En allemaal een beetje met die crossmotors en troepen. Daar kwam gek Henkie aan een dikke 500. Dat stond met z'n hand wat fel voor het hoek. Dus dat ding dat vullen maar. Geen indruk om dat ding aan te trappen. Maar dat had er alleen een... zoals die dingen heb je een terugslag. Dat had er alleen een terugslag gehad, jongen. Van hier naar China. Dus met elkaar dat ding weer aan drukken. Ah, prachtig. Nou, Henkie was ook niet zo heel groot. Nee, dat weet ik wel. Klein mannetje. Ja, joh, dat was mooi, hoor. Moesten we nou en dan drukken, hup, yes, drop, spring naar rechts uit, nou hup, druk met elkaar, prachtig. Ja. En mij is altijd vriendelijk en aardig en hij fatsoen had, zelf fatsoen had die jongen. Ja, en als je bij jullie op de Gronose straat bent, waar nou die dat kleine winkelcentrumtje zit, daar aan de overkant, en toen nooit dat fietspad tussendoor gemaakt, daar zien we altijd met de crossmotors in. Ja, dat is altijd wel leuk, joh. Ja, natuurlijk wel. Ja, dat gun ik die jongen echt niet. Godverdomme, hé. Zo jong en een mooie vrouw en een leuke vriendin, jongen. Dat is echt... Ja, ze woont hier op de hoofd, ja. Maar godverdomme. Jammer. Ja, niemand gun je dat, Harry. Moet je daar eens kijken wat er jongere mensen, wat er nog overlijden. Zeg ik dan, dat vind ik niemand. Tuurlijk niet. Het gebeurt gewoon. Sinds die corona trekken er allemaal bewerking. Die rotte dingen. Misschien wat die Amerikanen erover zeggen. Dat is gewoon niet normaal, joh. Mensen, een jonge knaap van 44, 42, 35. Die sterven gewoon spontaan. Ja, ze zijn de maatschappij alweer getrokken, hè. Miljoen heeft dat gekost, hè. Daar gebouwd, je hebt de UT, maar ik heb een gebouw, en dan praat je alleen nog over de UT, mensen waarop gelijk moet worden, en ga zo maar vandaag. Iedereen is gewoon een gek aangestoken. Ja, dat is ook zo. Ja, één grote bende. Ik heb twee prikken gehad, en ik zou van mijn leven geen COVID-prik meer nemen of zo. Gelukkig, Harry, heb ik in een maand niet gedaan. Godzijdank. Dat weer blij. Ik weet niet, misschien denk ik toch een raar gevoel van, ja. Een nichtje van mij, hè. 1 of 32. Zo in een hersenbloeding. Hele zware hersenbloeding, hè. Ze lag in spoor in het ziekenhuis. Ik weet het allemaal niet. Nou, lekker. Ja, verschrikkelijk wel, Harry. Ja. En hoe komt dat, hè? Oorzaak onbekend. Nou, ze weten het allemaal, hè. Dat is een Amerikaanse... ik heb van de week heel stukje op Facebook heen. En er zijn hier zo'n hier naar andere Amerikaanse onderzoeken. Die zien van die COVID, wat ze Nederland gebruiken. Dat is allemaal experimenteel geweest, hè. En we kijken hoeveel mensen eraan sterven. Ja, en ik gun het niemand. En maar ja, wat wij zeg, sommige mensen ook, en die hele handblauw en de spieren en ik weet allemaal niet meer wat allemaal niet meer fatsoenlijk functioneert. En ik ga zomaar vandaag. Ja, heel veel hersenbloedings voor je. Proppen. Ja, erg wel of niet. Dat moet wel een oorzaak hebben, maar niet anders. Ja, Harry, ik vind het ook helemaal maar.
man, het is er wel of één of niet. Ja, toen vroeg Harry, het is weekend, man. Kom. Nee, tomorrow is another day, hè. We moeten morgen wel om 12 uur werken. Het was om 12 uur. Hallo. Ja, ik ben nog een mietje, hè. Kom. Wat net zeg. Ronnie, bedjes ernaar. Maar dat meisje waar ik toen het samenwerk, die taxichauffeurs, die blonde, hoe heet die nu geweer? Marjolein. Oh, Marjolein, hoe zo met haar? Goed. Ja, zie je wel wel eens? Af en toe. Ja, doe de groet van die. Zo doen we dat. Ja, meer, ik vind haar gewoon echt een super leuke vrouw. Vriendinnetje. Ja, dat weet ik. Ah, ik weet dat ze wel. Marjolein, ik vind je zo fijn. Ze heeft zo'n volgaar, zo'n cabrioletje of niet, zo'n... hoe is dat dit, zo'n beeteltje? Ja, klopt. Zo'n zo'n kruimtoren, zeg. Ja. Zo'n ding waar er geen speuplemmer is, zeg. Dat is de kuch in de kleur van een speuplamuur. Dat vind ik, ja. Dat is de kiddiekleur. Ronnie, bedje. Ja, ben er wel. Godverdomme, laat u daar wel af en toe mee wennen. Ja, ik moest fles pieper en pissen. Maar ik zeg niks, want ik moest pissen. Ga die ballen bijna naar bed, hè. Ja, maar dat zeg maar. Ja, wie moet ons af en toe wel inmelden, of niet? Met call, of niet, Anton? Ja, is wel een beetje, ja, wel officieel. Het wordt er wel bij. Ja, oké. Papa Delta 1, kilo, standby. Papa Delta 1, Lima Uniform India, ook standby. Oftewel de PD1, hello. Oftewel de Ku Klux Klan. Ach, je had een heel mooi naam van, hè? Radio Silverster. Ja, je kunt toch zien dat die man niet helemaal goed is? Ja, leg hem dan zelf goed. Nee. Reisje Gerard. Hij doet het weer, Gerard. Hij flipt dat. Ronnie. Andor. Die doos is hem live en uitzend. Bel hem in, wakker. Is je altijd nog wakker dan, meurt? Ja, dit is nog wel laat. Hij heeft vermoord, hoe goed teruggejaagd, of niet, Anton? Hoe zeg je, Harry? Je hebt de kinderboer teruggejaagd, of niet? Ja. Ja, dat klinkt toch wel mooi, hè? Ja, maar ik vind die andere toch wel net iets fijner, Harry, met de zwel. Als er muziek of zit of wat anders, hup, ik draai iets aan het knopje en ik ben er vanaf. Dat lukt me met dit ding niet. Dan moet ik hem helemaal zachter zetten. Dat is, ja, dat is wel weer fijn van die andere. Ja, klopt wel, maar dan moet een beetje met die ATT gewoon, de antenne, ouwen. Maar qua modulatie vind ik het mooi. Dan draai ik nog niet weg, Harry, hè? Nee? Nee, dat is een beetje hard signaal, of niet? Oké. Ja, dat is wel kut, zeg ik. Nee, met die Magnum, ik draai mijn uurtje en ik draai hem weg. Daar heb ik er geen last van. Ja, dat is ook wel wat weer. Dat bedoel ik. Ja, ze hebben er eigenlijk niet van uit over deze band. Nee, maar ook als je een beetje afstand opzet, als je zet er net een beetje tegen te hikken, dan is de ene keer hoor je ze wel, dan hoor je ze niet. Oh, dat is ook irritant, hé. Ja, naar een hoop geknetter. Ja, precies. Maar voor de rest, ja, ben ik er wel attent mee. Ja, maar dat kan wel, Anton. Maar dan moet je een beetje verstand hebben van die filters en zo, en die, zo'n, ja, hoe weet je dat toch? Het is een paar dingen op, die moet je indrukken en zo. En dan haal je het allemaal weer meer naar voren met, hè. Ja, Ronnie had het ook een keer gedaan, voordat ik het goed heb. Toen Ronnie die 95 had, heeft hij toen een stekketje. En dan kun je hem wel
Maar dat gaat me ook net in weet te ver. Ik heb die andere hierbij staan. Ik wil, voor mij heb ik er nog geen zo'n antenne, hoe noem je dat, antenne switchje. Dus er zijn te veel troepen zitten, kijk altijd klik. En ik heb die merk me weer achter. Ja, dat heb ik nu dus ook met die andere bak. Dat is wel ideaal, geloof je dat? Ja, dat wil ik ook doen, Harry. En ik zeg gewoon, nou moet dan een kastje hield naar voren en hoe. Plug eruit draaien, dan moet de plug in die andere draaien. Man, misschien kwijt je waard. Ik wil er gewoon zo'n ding tussen hebben en is makkelijker. Ja, tuurlijk. Is echt een kwijt je waard. Even zo'n antenne switchen kopen, misschien een geeltje of zo. Ja, dan zijn die twee banken erachter, hier de antenne erop. En dan kun je zo overswitten, net de kok. Ja, dat wil ik ook. Dat is de bedoeling. Moet je gewoon doen, hoor. Ja, en zo blijf je bezig, hè? Ja. Je bent je bak nog niet zat, Harry. Wat zei je? Ik zeg, jij bent je bak nog niet zat. Natuurlijk niet. Oké. Wat doe je er wat voor die dagen? Dan zeg ik, maar je hebt hem aan het werk op 2 weken, hè? Dat zeg ik gewoon. Het duurde wat 14 dagen. Ander. Nee, deze gaat niet meer weg. Nee. Ik zeg dat ding Tamara. Nee, deze gaat echt niet meer weg. Ander. Ja. Ik wil hem gewoon nemen. Ik ga die naam goed hier naar goed als voor morgen ook. Net zo 2 jaar terug. Ik geloof dat misschien niet, hè, maar dat is hoorlijk echt. Ik weet dat ik een vertrouwd weg heb bij jullie, maar dit hou ik echt. Ja, ik ben benieuwd. Ja, je zal zien, hè, over de nieuwe plan is dat maar toe. Waar heb je die schoen doorgedraaid waar je mee vast hebt gezet? Die hond is op de bank, he. Die snurk, jongen, ik hoor hem hier nog, niet normaal. Net een goede. Helemaal in het hoekje liggen, het de kussen soms zeg hier. En die snurk, ten een oude keel op de bank zeg. Mooi man. Oeh, je staat dubbel. Ik zei, ik ben er wel eens vooruit bed gegaan, Anton. Nee. Ja, echt, ik had zo'n Villa Brasileiro, had ik. En die lag dan ook beneden te slapen en te snurken. En wie lang in bed, ik werd er wakker van. En in het begin dan, ik had de grond zo, joh. Je hebt hoog vloer. En dan stopt me wel, maar later niet meer. Dus dan moest ik dat beneden, moest ik hem even wakker maken en dan snurk ik niet meer. Ja, wat ze kunnen, dit is dan ook weer. Zeg jij, snurk jongen? Oh. Ja, natuurlijk, die grote hond, die kunt snurken, man. Maar dit is ook, joh, dan lag ik in bed en ik wakker en dan. Ik denk, oh nee, moet ik weer naar beneden. Het is een nationale keel weer te banken, bleek. Ja, moet nagaan, ik had een vrouwtje, hè, teefje. Oh, die maakt niet lawaai, jongen. Prachtig. Maar Harry. Oh, voor mij ging Harry weg. Nee, we doen dat even. Oh. Ronnie, is ook maar een beetje stil. Ik luister gewoon. Rudy. Als u met een aardom uitzending. Heesternacht. God, hij wil tot morgenavond rijden. Vijf uur. Ja, sowieso tot morgenavond zeggen. Hij is dit erop, hè? Ja, zolang ze die zender niet eruit haalt, dan blijft het rijden. Hij is helemaal up-to-date, jongen.
Ja, het goede is, ze zijn ondermand, dus ze kunnen hem niks maken. Nee. Hij de telefoon weer terug voor mij. Ja, waar staat er een bedje? Hij zit ondermand, met de antenne op de platform, met een zender. Ook hier. Dus als het goed is, kunt ze hem niks maken. Dat is wel mooi draaien, ja toch? Ja, natuurlijk. Van het plaatje ga je speciaal in de ronde voor Anton, hè? Voor Anton! Wat heb je erop staan, hè? Oh, dit is Tukker FM. Oh, ik vind het eigenlijk heel anders. Ja, ik wil even verzoeken, ja, vrouw, voor jullie. Hou op, joh. Doe weer. Nee, hou op, joh, gek. Hou op! Idioot, zeg gewoon. Nee, hoeft niet. Maak hem in wakker. Foei. Kari. Ik denk, ik neem ook weer een bakkie. Ik ben hier de baas, bla bla bla. Ik ben er als ook weer uit hier. Oh, de witte veel op de vlucht slagen. Het begint hem een beetje aan te trekken hier. Harry al op het hier. Prachtig. Ik had nog één glasje bier. Nog eentje dan, nog eentje dan, en dan gaan we weer naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan, en dan gaan we weer naar huis. Verdamme, ik krijg honger. Hé, hey, hallo, ik krijg honger. Hallo, baby. Ja, maak je maar in een boterhammetje met kaas. Gut, 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 gut. Gezond. Wat is? Wat, Harry? Wat is die net? Harry, ik heb dat twee van die 27 op zee apparaat. Nu heb ik van de week geen wat aan. Ik ga maar door met. Nee. Ik heb maar twee van die collecties heb. Ja, dat kan maar zo. Dat is de weer van zegen. Zo, neem maar één flesje bier en dan ga ik naar werk. Ik heb geloof 9 of 10 van die dingen op zoek, maar zo. Foei. Ja, Robbie. Het smaakt me vanavond toch heel goed. Och, Harry, als door de lip is, jongen, durf ik er ook niet meer. Ja, helemaal. Als ik hier die flesje van Marije zet, dan gooi ik een strijk. Ja, ik ook. Wat erg. Ja, 9 dopjes stel ik. Oké, okay, 1, 2, 3, 4. Nee, 4. Ik kom niet verder dan 4. En ik heb nog 2 van die kruidbitters te weer. Oh, wacht even. Ik was er nog niet voor, hè. 4. Ik tel 2 kruidbitters. Dat gaat dat niet. Nog helemaal weer worden, hoor. Nee, weer een naam zoeken, dus ik doe niet meer. Ach, wat ontzettend uit, hè. Heb je niks te verliezen? Ik sowieso niet. Oh, maar ik ga zo een week doen, hè, voor een biertje nemen. Ja, dat weet ik, hè. Je bent niet zo echt een biertje. Dit is een nog altijd wat hij proeft, dus ik weet nog hoe lang is hij staat. Wauw. Ja, dat is niet gering. Maar ze worden nu bijna op. Ik heb geen drukte, man. Ik hoef er niet uit. Maar ik denk toch dat ik om 8 uur wakker ben, hè? Ja, Robby, je hebt het ook, hè. Het is nog hier 5 van hier. Nou, over 10 minuten lig ik in bed. Kwart over hier. Ja, ik ben man gewoon om 6 uur, 30 uur stem bij. Ronnie. Anton.
je man voor die bakken zet. Ronnie. Oh, ik denk dat ik hem uitlaat. Ronnie. Als ik door de telefoon mijn ogen en kreeg ik een kikker in appjes. En dan heb je een appje. Wat slaam, Annie. Ik heb het allemaal weggehaald, jongens. Ik weet het niet. Eens. Gisteren nog met Harry met die koptelefoon. Oh. Ja, wat een zin, man. Hij improviseert zo snel, Robby. Hey, ik weet niet, Harry. Gisteren stuurde hij een appje. Harry heeft kortsluiting aan en een koptelefoon. Nou, foto, Robby. Zo'n ontplof gezicht met een koptelefoon op. Toen stuurde hij. Wat was er ook alweer? Iets met SpongeBob of zo. Ja, ik weet niet meer. Hij verzint alles in elkaar. Toen zei hij me, ik heb die andere dopjes erop, dan stuurde hij me een koptelefoon met SpongeBob dopjes erop. Toch. Ja, waar het weggaat? Maar gaat het toch meer oefenen met Anton? Ik moet naar hem terugkijken. Moet je hem volgen? Ja, niemand blijft bespaard. Jongens, het was weer heel waar genoegen, maar ik ga echt naar bed. Gelijk heb je, Harry. Ja, tuurlijk. This is the moment. Harry, of Ronnie gaat ook zo. Herman, je zal zo nog een plaatje komen draaien. Ja, dat zag ik echt wel. Ja, bijna 1 uur, hè? Ja, door. Jongens, wat een man. Allemaal van hetzelfde erop. Goed van de meeg. Jo, Harry, Tamara, fijne nacht dus. Zeg, jo. Ja, Harry, wat rusten. Tot morgen. Jo, Harry, groeten. Slaap lekker. Tot morgen. Ja, dat je bent. Wilderzen en allemaal gezond weer op. Dus Harry, krijg je een pakman op papier? Yes. Oké, prima. Harry, ga maar. Doei. Ja, nog 3 mannen op papier staan. Nou, Harry hoef je nou niet op te schrijven, hè, want die lust er nog een kwartier. Wie, Harry? Ja, ja. Oh, zeker. Ook nog een half uur. Ja, maar dat doet hem vaker. Hè. Dat zit in de verre keer ook. Als een paar heb gedronken en heb in de gaten. Dat is een dubbele doppeltje te praten. Dan praat hij niet meer. Hier, dat is even datzelfde en hij snapt het erbij. Ik had er nu geleden naar wat doe ik denk, ik zeg niks. Ja, maakt ook niet uit. Ik ga hem pissen. Harry, ze trekt door de deur. Geintje. Ik kan er zoveel zoekman door maken, ik weet niet gauw hun. Was zien, maar niet hun. Zeg Ronnie? Oh, zeg een berichtje. Ovari. Oh nee. Ah, twee busjes. Ja, twee politiebusjes. Nou, dat was. Nee, maar anders. Hoe is dat aan jou? Nee, ik zit. Ik zit in zo'n app. Waar ze alles in de gaten houden. Wat hebben die politiebusjes? Dat weet ik niet. Dat is een beetje onduidelijk. Dus heb ik weet niet hoeveel man dat er maar niet in zit, joh. En alles wat een beetje gebeurt aan politie en noem maar op, dan zijn er allemaal in. Controles, ga zo maar voor dat. Voeg me toe, voeg me toe. Ik weet niet, nou moest dat van de week ook aan iemand, die wou dat ook. Heb ik al die wanneer hier nou? Ja, wat dat betreft mis je die scannen, waar? Ja, dat was altijd mooi. Kom weer terug, zegt Patrick, hè. Kom weer terug. Ik kom nooit meer terug. Natuurlijk niet. Ik had het vorige week nog, van de week nog met u over, ja. Toen schrik jij nog scannetjes van mijn geld waard. Ja, maar dat komt niet terug, Anton. Het is allemaal digitaal. Ja, ze hebben een open lende ermee. Maar dat analoge, dat heeft ze helemaal niet meer. Daar kunnen ze helemaal niet meer terug van.
Ja, ja, oude politie knaam zat wel op de tussen, denk ik van hem. Die stond helemaal geen antennes meer voor. Ja, op de onderhoofd, verder niet. Hij went naar een signaal, dus. Ze waren spullen aan het afleveren van de reis. Ja, ze waren er in de eindfase. Oh, mooi weer, nu, maar ik kan gewoon niet. 76 cent door de apparatuur helemaal niet meer voor, jongen. Dat is allemaal lang voet. Ik ben er dus van de rest. Ik heb je boterham al over een half pak melk genoeg, maar precies. Ja, gaan we dat proberen. Hoi, merci. Ja. Dat is ook wel lekker. Nee, met die, dan moet die groene en dat is een beetje hazel nodig. Nee, die heb ik er niet meer tussen zit. Nee, ik heb al een paars. Nee, bah, die is heel bitter. Dat is ook lekker. Heb je een haartje in een keer, Herman? Ja, ja, ja. Van Patrick. Wauw, op. Goedenavond, of goedemorgen. Houd er nog wat goed uit. Ja. Herman, we zijn naar het toilet. Goedenavond. Dag, kereltje. Alles goed, jongen. Maar zeker, met jou, Herman. Ja, op dit moment, ik heb vandaag gewoon een redelijke dag. Ik bleef aan. Kom, het was zo lekker weer vandaag. Ja, dat klopt wel. Ja, er is niet echt dat ik mijn vocht uit mijn huis weg kreeg. En daar heb ik al een beetje last van. Maar goed, niet klagen. Maar zonnetjes kijk je, Herman. Even met de kop in de zon, dan knap je van op. Ja, maar dat klopt toch wel, hè. Voor het zonnetje echt wel voelt, hè. Ik heb vorige week ook een keer ergens gevoeld. Ja, dat doet me echt aan deugd. Dat vind ik wel, ja. Ik vind het wel wat hebben. Klopt. Maar welkom in de ronde. Betje is er nog. Ronnie is er nog. En ik zeg te gek. Nou, dat vind ik een hartstikke mooi, zegt de gek. Ook goedenavond dan, richt ik me even naar Betje. Betje, goeiedag, mijn jongen. Yo, Herman, goedenavond. Of goedemorgen. Yo, goedemorgen. Alles goed aan die kant? Ja, zeker. Ik heb kutel vast, maar ik kom zo wel los. Kom vanzelf aan, de natuur de werkloot nu. Ja, en een beetje druk zetten, dan komt er allemaal wel los. Ho, dat laatste niet, hè? Foei. Bakje thee. Ja. Bakje thee, of wat warms. Nou, een beetje slappe bouillon. Ja, of een bakje koffie, daar heb ik dus. Ja, wel koffie in de vrede. Ja, dan kunnen we boter. Ja, nou Herman, die richt je woord naar mee, maar dat snap ik wel naar gisteren natuurlijk. Maakt ook niet uit. Ach, sorry Ronnie, ik ben toch helemaal toe. Ik mijn vlug op en ja, ik zeg sorry. Nee, mag je niet, maar ik snap het wel naar gisteravond, geef niet. Ja, ik snap het wel naar gisteravond, zit nog niet in de maag, hè. Ja, dat kunnen we op een manier weer goed maken. Blijf goed, zeg er aan, nee toch? Ah, ik heb je gisteren te pakken gehad, jongen, liep me overal heen, hoor. Nee. Heb je gewoon slecht behandeld op de bak gisteren? Oh, dat vind ik jammer. Ja, ik snap ook niet wat voor redenen in de verre zat, hè. Maar ja, ik zeg al, ik kan het goed maken op een manier. Ik denk wel 5 keer open, dat ik erin is school gisteren. Wat heb je gedaan, hè? Dat weet ik al helemaal niet. Ze beginnen nog te lachen ook nog. Herman, ik heb meer excuus aan boord. Oh ja, dat klopt. Nou, bij deze vergeef ik jou. Zeg, ik zal het niet weer doen. Oké, liever. Die mensen zo kent ook op de bak. Ja, niet te moeilijk doen. Dat bedoel ik maar. Maak je dik, dun is te moeilijk. Maar weet je waar ik genoeg ga naar bed in? Dat zei je, Anton. Ik
kan naar mijn slaapkamertje. Mijn vrouw die riep mij aan net twee keer. Schatje, kom je nog? Ik zei ja, dadelijk. Kom. Oeh. Bloedsoflex van de raam weg. Ik heb gezegd, ik wil zelf maar inbranden, hè. Oei, oei, oei. Wim kwade man, hoor. Ja. Ooit afhing aan de gedien. Slikken of stikken? Kom op, de schipper uit, Paul. Slikken of stikken? Yes. Ik ben me gemuurd aan het kussen met de kop, Herman. Wacht een paar minuten, ze echt begint de spaat aan het kussen van de kop. Heb het hier in de mond? Ja, je moet de spanning er wel in doen, zingt ze altijd, toch? Rekken en erbij blijven. Maar groeten allemaal. Groet me, jongen. Groetjes thuis. Groetjes, truffels, diertjes. Arrivederci, Antonio. Herman, dank je, Herman. Herman, fijne nachtrust. En kalm aan, kerel. Gaat helemaal goed komen, dank je wel, jongen. Ja, Anton, ik kies wel lekker. Maar weet je eens, neem ik ook afscheid. Ik wens Herman ook een goede nacht. En met je neusje ook. En de rest hier, Marcel. Draadjes, vlees ook wat rusten. En Harry ook, hier doet er ook nog wat. Wat rusten. Oké, Ronnie, Kalama, ook de diertje, Samon, dikke knuf. En de kak natuurlijk ook. En niet vergeten de kakkelakjes, hè. Nee, nee, ik zal Samon toch een kusje geven, Herman. Dat bedoel ik maar. Hé, Kalama, jongen. Wij kunnen gewoon achter de koeling zitten, Ronnie. Ja, ja, ja. Zijn toch wat de pakjes waar ze van houden, en bij je ook. Ja, ja, ze hebben ook gelijk ook. Maar hier is er een aankomloop, waar een zeum. En vanmorgen met een klein blokje kaas en een stukje over, en ik gooi er iets achter. Kijk, ik heb er acht. Godverdomme. Ja, ik wil de buurvrouw mijn appje steunen, misschien dat die baar weg is verloren, maar... Hans, breng hem maar hier, ik heb er nog niet zo heel veel. Nee, ik wil eerst op Abba Ronnie van video's kijken. Komt er toch niemand opdagen, dan kan ik hem altijd in bij achter de deur gooien. Ja, nou, ik hou mijn handen voor hem. Dat is handel, Anton. Ja, dat weet ik. Een beetje meer kweken eigenlijk onder elkaar. Een beetje uitwisselen, nee, een beetje sterker de ras krijgt. Hè? Wie hoe dadelijk de koek als gewoon verbeurt van de plek. Ja, maar ze wil ons allemaal aan de insecten hebben, dus ja, dat is handel. Anton? Ja? Heb je toevallig ook nog die zilvervisjes? Ja, achter de plek. In bakken, hoor. Goed. Wat was nou maar groente, man? Maar je bent wel heel snel, hoor. Ja, maar ik wil graag een bakje vol. Met stamboom of zonder? Nee, je mag wel met. Die zijn iets meer waard. Klopt. Nee, kijk ook altijd naar stamboom, goede bloedlijn. Wat was het? Ja, Herman ook groet met die kakela. Yo jongens, allemaal, geniet van een slaapje. Ja, Anton, veel complezier, welterusten. Ronnie ook, welterusten, tot morgen en lik die hondjes hem lekker. Ja, ga ik even nou. Beetje Sherman, Ronnie uit. Yo, groeten. Ja, weet je, het komt wel niet op zelf neer, Ronnie. Beetje zeer met de bezeer. Was die Marcel dan? Hey Marcel. Zal ook maar weer vast tussen de draadjes zitten. Ah, die zit bij de pad te roeren. Aha. Maar Herman. Ja, mijn jongen. Liefde René, hè? Ja, maar wel en hier staan, ja, weet ik eigenlijk weinig over te vertellen. Nou, ik hoor hem niet, ik zie hem niet, ik weet het ook niet. Nee. Ja, ik weet verder ook niet hoe het zit, jongen. Ik weet niet of het druk is, niet druk is, nee. Laat mensen dat gewoon open en dingen van doen en laten. Maar wel, ik denk, bemoei me daar verder niet mee.
Ach ja, komt allemaal wel weer. Maar waar heb je erop staan? Oranje? Nee, een muziekfabriek. Maar zo dan. Oh nee, klopt. Nee, je had net dezelfde plaat als wat Rudy draait, dus ik dacht dat je Rudy erop aan het staan. Nee, jong, die wil ik niet meer hebben. Nou, ik ga even pissen, ik ben er zo weer. Jo, tapio, jongen. Er is er maar één, dat is www.muziekfabriek.nl. En er is er maar één met donders dikke hits. Internet gebeuren en natuurlijk één keer in de maand de eerste zaterdag op de 97.7 kunt u luisteren naar dit favoriete muziekstation met weinig praatjes en veel zwarte plaatjes. www.muziekfabriek.nl met donders dikke hits. Ja. Zijn we er nog een beetje of niet, weet je? Ja, dat ook zomaar eens in mijn verhaal van plaatjes draait hier aan deze kant. Als het tenminste wordt toegelaten en niemand er last van heeft. Dus in Herman nu de locatie Enschede. En ik draai onderleiding van een mooi muziekstation op internet. www.muziekfabriek.nl.